zegt, mag wel, stampen niet. Ze zijn gevoelig voor trillingen. Oh, daarboven zie je het wel. Er zitten allemaal van die draadjes in. Zo! My god! Halleluja! Wat? Vet gaaf! Wow! Zo, de kratten, man! Gigantisch veel! Nee, dat was het. Hoeveel waren het er? Ja, ik denk wel 50. Ik heb twee kleintjes kunnen vangen. Dit zijn nog jongen van vorig jaar. En van dit jaar zijn kleine. Ze kunnen ongeveer 1,20 meter worden. We hebben ze hier gevangen van 1,15. Nou, dan heb je het over zeg maar, zo'n slang wel. En zo dik, dat zijn de vrouwtjes. Hoe kan je zien dat het een mannetje en een vrouwtje is? Ja, dat is heel moeilijk te zien. Dat kun je haast niet zien. Maar het, als ze wat groter zijn wel, de vrouwtjes worden veel groter. Kan je ze tonen? Nee, dat gaat niet. Nee, moet je ook niet doen. Nee. Waarom niet? Nee, dat is niet fijn, nee. Wat zijn hun natuurlijke vijanden? Dat zijn reigers, zeg maar, vossen, dassen, egels. Ben ik hem net vergeten? Je kan hem aaien. Ja. Maar het is ook helemaal zo wat rustig. Knijpen, laat hem gaan, laat hem lekker knijpen. Hij wil weg, hè? Hij wil terug naar de broeiboxen. Ja. Als hij zou kunnen vluchten, dan doet hij dat. Nee, hey, we missen er één of niet. Ja, schitterend. Nee, dat is alleen maar een film. Maar kijk, zo groot kunnen ze ook worden. Zo. Met gebrek aan een echte. Ja. Ziet wat? Moet ik improviseren. Maar deze is nog niet eens heel groot, hoor. Het is fel, hè? Het is nog sterk, hè? Ja. Was dit een grote slang? Ja, dat is een redelijk grote. Ja, niet heel groot, maar... Ik denk dat hij al die eitjes heeft gelegd. Ja, deze is wel zijn vrouwtje, ja.